Duurzaam ondernemen en kostenbewust ondernemen zijn twee begrippen die elkaar voor een groot deel overlappen. Jan Dekkers uit Ammerzoden in de Bommelerwaard is transportondernemer in hart en nieren. Hij legt uit dat er vaak flinke investeringen nodig zijn om goede resultaten te behalen. En dan bedoelt hij niet alleen investeringen in geld, maar ook in de organisatie en de management-aandacht. Wij zijn een nationaal en internationaal transportbedrijf. Ons wagenpark bestaat uit 32 eenheden. En wij bewegen ons voornamelijk in de foodsector. In de zomermaanden opereren wij hoofdzakelijk in de Benelux. En in de wintermaanden, als het product in Nederland op is, dan gaan we het product in Spanje halen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke pijlers. En de afgelopen jaren heeft de transportondernemer verschillende certificaten ontvangen die de duurzame bedrijfsvoering bekrachtigen. Nou, duurzaamheid staat bij ons behoorlijk hoog aangeschreven in ons bedrijf. We willen het uitstralen ook naar onze klanten toe. We willen duurzaam met hun producten omgaan. We willen ook duurzaam omgaan met Nederland. Belangrijke CO2-uitstoot, noem maar op. We zijn 3 jaar geleden begonnen met zwavelarme brandstof, waardoor wij minder zwarte roetdeeltjes uitstoten. Dat is goed voor het milieu natuurlijk. We staan ook aan de vooravond van de Euro 6-norm, waardoor onze auto's dadelijk nog stiller en nog schoner gaan worden. Jan Dekkers werkt met een chauffeurshandboek met duidelijke procedures. En de processen worden nauwkeurig in kaart gebracht. Wij meten beladingsgraad van onze auto's, productiviteit van onze medewerkers, brandstofverbruik en rendementen van onze kilometrages van onze banden worden maandelijks gemonitord. Al deze aspecten hebben ertoe geleid dat Dekkers in 2011 de Lean and Green Award heeft gekregen. En onlangs was de transportondernemer de eerste met het certificaat Duurzaam op de Weg van Profile Tire Center. Met dit certificaat laten transportbedrijven zien dat ze een effectief bandenbeleid voeren. En dat resulteert niet alleen in lagere kosten voor banden, maar het heeft ook een gunstig effect op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. René van Maasakkers van Profile legt uit wat het certificaat precies inhoudt. Het programma Duurzaam op de Weg heeft een aantal aspecten in zich om te zorgen dat bandenonderhoud zorgt voor een lange levensduur en een CO2-reductie. Nou, dat betekent onder andere goede bandenspanning, uitlijnen van de voertuigen, balanceren van alle bandposities en zorgen dat je ook met vernieuwde banden werkt en dat het ook geregistreerd wordt in een bandenmanagement systeem. Het programma is met name geschikt voor klanten die actief bezig zijn met CO2-reductie. Dus betekent zo min mogelijk brandstof verbruiken en zo lang mogelijk met je banden mee kunnen gaan. Hoewel banden slechts 2% van de transportkosten uitmaken, kunnen ze bij verkeerd onderhoud wel een negatieve invloed hebben op de brandstofkosten. Dekkers werkt voor zijn bandenmanagement samen met Profile Tire Center Altena in Wijk en Aalburg. Profile bandenbedrijven zijn er volledig op ingesteld om transportbedrijven de zorg voor hun banden uit handen te nemen. Dat gebeurt op de vestigingen of bij de vervoerders aan huis. We hebben een vrij actief bandenbeleid. 4 keer per jaar komt Profile hier op de zaak de banden meten, de bandenspanning meten, de profieldieptes meten, kijken op de banden op inrijdingen en zo nodig worden die vervangen. Een consequente registratie van de bandconditie is noodzakelijk om afwijkingen te ontdekken. De rapportages van de bandenspecialist leveren belangrijke managementinformatie op. Die rapporten worden in FleetCheck samengevoegd, waar de bandenspanningen en de profieldieptes van onze banden in opgeslagen worden, waardoor wij naar de rand samen kunnen bespreken over wat goed is en wat niet goed is. De banden zijn gevuld met stikstof. Vergeleken met lucht blijven ze daardoor langer op druk, zodat de rolweerstand zo laag mogelijk is. Met het certificaat Duurzaam op de Weg laten logistiek dienstverleners zien dat ze een gebalanceerd duurzaamheidsbeleid voeren op het gebied van banden. Bovendien vragen ook relaties steeds vaker naar een bewijs van het CO2-beleid. We zien dat steeds meer opdrachtgevers van transportbedrijven eisen stellen aan het CO2-verbruik van die transporteur. Met behulp van dit programma Duurzaam op de Weg kan die transporteur op bandengebied aantonen dat hij actief is met het terugdringen van de CO2. Meer informatie over bandenmanagement en het programma Duurzaam op de Weg vind je natuurlijk op rtltransportwereld.nl.